De wandeltocht Walk for Brains, die op zondag 3 november in Mijl gehouden werd, is een groot succes geworden. Maar liefst 1116 lopers liepen de tocht, die aandacht vraagt voor de strijd tegen een hersentumor. De wandeltocht werd georganiseerd door oud-zomerenaar Joost Kranenbroek, die met zijn echtgenote Judith en dochters Sterre en Jill in Mijl woont. Judith leidt aan een hersentumor. De 1116 lopers haalden tot op heden al €22.500 op. Goedemorgen allemaal. Nou, ja, wat moet ik hier nu van zeggen? Ik heb een navraag gedaan bij mensen die ook zo'n tocht georganiseerd hebben vorig jaar. En toen zeiden ze mij, nou, wat kun je op rekenen? 150, 200 mensen. Nou, ja, met die goede bedoelingen zijn we dus ook gestart. We kregen de eerste aanmeldingen binnen. Maar wat er de laatste weken is gebeurd, is gewoon onbeschrijfelijk, mensen. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik ben, ja, eigenlijk gewoon ontroerd. Gewoon... Mensen die gewoon met een wandeltocht komen spreken en kijken dat het leven eigenlijk niet altijd normaal is. En dat er ooit gestreden moet worden tegen ziektes die mensen liever ook niet bij zich dragen. Heel veel mensen die hier vandaag zijn, die hebben dus een partner, een bekende, hè, met een hersentumor in dit geval, maar ook mensen die ook een andere vorm van kanker hebben. Want in principe staan we hier allemaal om stil te staan bij mensen die gewoon ziek worden en uiteindelijk vaak eraan overlijden. En mensen zijn misschien al overleden, het is gewoon te droevig voor woorden dat er in deze wereld van deze techniek nog steeds niet zoveel mogelijk is dat iedereen gewoon een normaal leven mag leiden en daarin altijd de vreugde kan hebben. Maar die vreugde die kun je toch wel vinden door positief erin te staan. En als je gaat kijken om je heen, wat hier vandaag weer gebeurt, zegt zoveel over wat mensen willen en wat je met mensen kunt mogelijk maken. Dit is waar we het voor doen. De stichting Stop Hersentumoren is een stichting die 6 jaar geleden is opgericht door 2 personen die in dezelfde situatie terecht zijn gekomen. Zijn langzaam gegroeid door meer bekendheid eraan te geven. Wij zijn zelf 2 jaar geleden in aanraking gekomen met deze ziekte. Mijn vrouw gaat naar omstandigheden goed. Misschien hebben jullie dat zien zitten bij de inschrijving. Ze heeft behoorlijk wat energie moeten inleveren. Maar uiteindelijk staat ze er wel. En zo zijn er hier vandaag zoveel. Dat geeft ons een ontzettend warm gevoel. Als ik nu om me heen kijk en al die mensen naar mij zien kijken. Vind ik het spannend. Vind ik het gaaf. Vind ik het... Gewoon te gek voor woorden, dat ik enkele alleen wil zeggen, dankjewel dat jullie allemaal hierheen zijn gekomen. Alle vrijwilligers, alle mensen die ook maar bij hebben gedragen aan dit mooie succes om vandaag eens een mooie wandeltocht te gaan wandelen. Dankjewel daarvoor. Joost Kranenbroek, oud-inwoner van Someren. Organisatie van de wandeltocht Walk for Brains in Mijl. Waarom wordt die gehouden? Nou, hij wordt gehouden omdat er op dit moment te weinig geld is voor onderzoek naar hersentumoren. De mensen die daaraan overlijden en daarvan ziek zijn, die hebben op dit moment alleen maar te horen gekregen tot op heden. We kunnen je niet genezen, 0% kans op genezing. En omdat wij daar veranderingen willen en mensen samen willen brengen om hun verdriet te delen, maar ook hun vreugde te delen, hebben we gedacht aan een wandeltocht in Mijl te organiseren om zo het geld in te zamelen voor deze goede instelling. Er is nu Internationale Hersentumorenweek. Ja. Dus het doel is meer aandacht en geld voor de hersenonderzoek naar de hersentumoren. Is er hard nodig dat geld voor het onderzoek? Ja, nou, ik denk dat voor iedere ziekte wel hard geld nodig is. Maar in dit bijzondere geval zijn het zo weinig mensen die het overkomt, waardoor het heel cru gezegd voor de overheid vaak niet de moeite waard is om hier het geld in te investeren. Dus belangeloos zijn er mensen die zijn eigen dus gaan inzetten en onderzoeken stimuleren. En stapje voor stapje komen ze daarin verder. Alleen dat geld raakt vaak op en waardoor onderzoek gestaag verloopt. En uiteindelijk wil je gewoon zo snel mogelijk een genezing voor ook voor deze vorm van kanker. Al is het maar eentje over 10 jaar, dan moet er verandering in komen. En daarvoor is het enorm van belang dat het onder de aandacht komt. Nou, dat lukt aardig met deze wandeltocht, met de Sirius radio en met de Sirius televisie. We willen gewoon dat mensen weten dat er nog steeds vormen van kanker zijn die niet te genezen zijn. En als we dat toch ergens in de toekomst kunnen veranderen, dan is het allemaal de moeite waard geweest. Wat doet de stichting daarvoor?
De stichting die onderzoekt zelf naar mogelijkheden welke onderzoeken ze gaan steunen. Dus ze zijn in samenspraak met doktoren en weten ook waar de mensen mee bezig zijn op dit moment. Dus de stichting Stop Hersentumoren die heeft afgelopen week weer haar verzamelde geld uitgegeven aan de bepaalde onderzoeken die in stadia zijn. En er is bijvoorbeeld in het Erasmus SC een heel onderzoekscentrum nu speciaal voor hersentumoren opgericht. Nou, dat is uitgebreid met het geld van de stichting. En hoe meer aandacht, hoe meer plek en mensen er zijn die het kunnen gaan genezen, hoe eerder dat we bij het Eureka-moment zijn dat er toch een mogelijkheid is. Goed werk. Heel fijn, ja. Nou ben je ook bij Sirius binnengelopen om aandacht te vragen voor deze wandeltocht. Doen er veel mensen mee uit Assen en Sommen? Ja, nou in totaal zitten we zeker op 1000 mensen denk ik wel vandaag. Je hebt het net misschien gezien bij binnenkomst, het staat lekker vol. Het komt uit alle kanten. Meil is een klein dorp, maar Zomer en Assen zijn allemaal warmvoelig gevoelig. En ze komen hier naartoe, ze komen met familie mee, ze komen met bekenden. Ze hebben een raakvlak met iemand die in hun eigen omgeving ziek is. Of ze kennen mij persoonlijk of in mijn familie of in mijn vriendenkring. Daarvoor, het is gewoon geweldig dat ze dit voor je doen. En dat ze, dat ze dat over hebben ook nog eens een keer. Voor dit goede doel te stimuleren en te steunen. Er gebeuren dingen die je niet voor mogelijk had gehouden. Want we dachten met een 200 mensen toe te komen. Ja, inmiddels zijn het er 1000 geworden. Geweldig. Het weer werkt mee. De mensen zijn vrolijk en opgewekt. En ja, ik heb die traan gezien. Maar er is een schouder die mensen kunt helpen. En ja, dat is gewoon... die dag die kan al niet meer kapot. Straks komen ze hier lekker allemaal binnengewandeld. Pakken ze allemaal een bakje koffie. Praten ze nog eens een keer na. En hebben ze samen weer die stimulans om ook weer na vandaag het te hebben over... wat er nog allemaal moet veranderen. En dat is wat we bereikt hebben. En kijk, ik heb het georganiseerd omdat ik midden in de situatie zit met mijn vrouw. Dat heeft me een hele hoop energie gekost, maar nog veel meer gegeven. En als je dat kunt overdragen, en volgend jaar zal er toch iemand zijn in de omgeving die zegt van ik kan dit ook en ik wil dit organiseren in Asten of ik wil het organiseren in Zomer. Doe het alsjeblieft. Pak die energie die je hebt en doe het ook voor de mensen. En ik weet zeker dat er dan ook weer veel mensen op af kunnen komen. Ik kan het zelf helaas niet meer zelf organiseren, omdat ik mijn aandacht nu weer vind aan mijn vrouw te bespenderen en aan mijn eigen gezin. Want je zit er gewoon met een jong gezin en we moeten ook aandacht voor elkaar blijven houden. Maar wat ik wel kan doen is natuurlijk praten over wat er geregeld moet worden, waar je rekening mee moet houden. En daar zal ik ook altijd mijn steun aan blijven geven. En als er dan zoiets ontstaat, geweldig. Het raakte mensen wel, want toen met je toespraak, ik zag veel mensen emotioneel worden. Het is ook niet niks. Hoe ga je daar als gezin mee om? Nou, je leeft gewoon echt met de dag. Het klinkt wel zo. Je krijgt zoveel dingen om je heen die je niet kunt veranderen. Als je er af en toe op een gegeven moment bij je neer kunt leggen, dan kun je dingen toch wel weer veranderen. En, als ik ga kijken naar mijn eigen gezin, ik heb heel veel verdriet. En iedere ochtend word ik er echt mee wakker. En iedere ochtend vraag ik aan Judith, gaat het vandaag? En dan zegt ze, het gaat vandaag. En dan ga ik naar mijn werk en dan gaan de kinderen naar school. En dan gaan de kinderen naar het kinderdagverblijf. En kom je s'avonds thuis en dan gaat het leven eigenlijk gewoon door. En dan, er wordt wel over gepraat. We zijn heel open naar iedereen altijd geweest. Dat helpt je wel. Je kunt daar heel veel mee bereiken doordat mensen heel makkelijk op je afstappen. En dat is ook helemaal geen probleem. Maar praat af en toe, gewoon sommige momenten is gewoon over de normale dingen. Al is het over het voetbal, al is het over het weer. Dat is gewoon geweldig dat de mensen daar ook nog gewoon kunnen doen. En ik ben enerzijds de jongen geworden van de partner van. Maar anderzijds ben ik nog steeds Joost Kranenbroek. En ik vind het geweldig wat er vandaag ontstaan is. En ik hoop heel lang samen met Judith nog te kunnen genieten van al het beeldmateriaal wat we van hebben. Van alle wandeltochten die er nog georganiseerd worden. Van dingen die... lekker samen met z'n tweetjes of met z'n vier als gezin op vakantie. Er zijn nog heel veel mooie momenten. En we hebben heel veel dingen die ons overkomen is. Maar het mooiste wat er ook ontstaan is, ik ben ook bijvoorbeeld voor mezelf persoonlijk gesproken meer huisvader kunnen worden. En ik heb van jongs af aan mijn kinderen gezien opgroeien. Dus uit ieder slecht ontstaat ook altijd iets waar je positief kunt oppakken. En, samen is wel belangrijk, hè? Door daarover te praten en niet weg te stoppen. En het is voor niet iedereen even makkelijk om te praten. Ik ben zelf gelukkig niet degene die het wegstopt en graag erover praat. En als ik mensen altijd ergens mee kan helpen, dan zul ik dat ook altijd doen. En dan krijg je iets terug en dat zie je. En het inschrijfgeld voor de wandeltocht en de mensen die willen sponsoren, waar kunnen die nog terecht?
Nou, je kunt op de website nog steeds ons rekeningnummer zien. Dus voor de website verwijs ik eventjes naar www.walkforbrainsmijl.nl. Het rekeningnummer is me even ontschoten, kan ik ook niet uit mijn hoofd. Dus kijk vooral even op de website, kijk voor een reportage op de website, voor de foto's. Maar ook het goede doel, alle sponsoren die eraan bijgedragen hebben, alle mensen die vrijwillig gezegd hebben, wij willen ook iets doen voor die actie. Zorg dat daar ook dat er ook iets voor teruggedaan wordt en dat we dan samen een mooi belang hebben nagestreefd om veel geld in te zamelen. En uiteindelijk komt er een mooi bedrag uit, dat weet ik zeker. We zaten voor deze ochtend al op 13.000 euro. We zijn nog lange niet waar met alles wat we willen berekenen. Nou, daar heb ik zeker wel een week nodig. En uiteindelijk komt het ook op de website te staan. Zal iedere persoon die gesponsord heeft, als ze netjes een e-mailadres hebben achtergelaten, een e-mailtje van ons krijgen van dit is het bedrag wat er is binnengekomen. Dit is wat we ermee gaan doen. En ja, ook zorg vooral dat die website in de gaten gehouden wordt. Er zijn twee mensen die we waarschijnlijk nog extra gelukkig kunnen maken. Die hebben waarschijnlijk het hoogste sponsorbedrag opgehaald. Daarvoor hebben wij een etens-dinerbon zeg maar, van 75 euro van de Nostalgie Eten en Drinken. We hebben nog eens een bon van 50 euro plus een zitzak van de Voice of Holland voor de jongste deelnemers zeg maar, die het hoogste bedrag hebben opgehaald. Nou, ook dat wordt weer met een fotoreportage vastgelegd. Ook dat wordt naar de mensen gestuurd. En ja, nogmaals, dank, 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 dank. Nou, heel veel succes met de wandeltocht, met het bedrag wat je ophaalt, waar goed onderzoek voor gedaan kan worden. En nog heel veel mooie tijden samen. Daarom. Het houdt niet op vandaag. Vandaag is een begin. Gisteren was een begin. We gaan door. Ook op zeer korte termijn zijn er nog meer initiatieven die ook gaan bijdragen aan een mooi sponsorbedrag. Ik benadruk eventjes, we hebben nog een benefietconcert aangeboden gekregen door de band Boeiend. Door ook zomerenaar Rob Leurs, die daarin speelt. En dat zal plaatsvinden ook in Mijl, bij Café de Zwaan in hetzelfde gebied. Nou, ook daar hoop ik op een leuke opkomst. Kom naar elkaar toe, drink lekker een pilsje, heb lekkere muziek. En ja, alles gaat in dit geval naar die stichting toe. Een percentage van die opbrengst van de café-eigenaar zal er ook aan bijdragen. Dus het entreegeld zou 5 euro zijn. Dus dit is overweldigend. Ik hoop ook daar weer wat mensen terug te zien. Wat meer tijd hebben om zelf te praten met mensen. Want hier is het natuurlijk ook nog eens een keer geweest. Dat je druk, iedereen kent je, zwaait je. En iedereen weet natuurlijk wie Joost is. Joost probeert heel veel mensen te herkennen en terug te zwaaien. Persoonlijk en op deze manier wil ik in ieder geval iedereen bedanken. En namens mijn vrouw. Judith, maar ook namens Mieke en alle andere vrijwilligers die hieraan bij hebben gedragen. En, dank, ja, nogmaals, het is geweldig. Arabella Ganseman uit Zomeren, waarom loop je mee in Mijl? Sowieso voor het goede doel, zeg maar. En ik ben wel een wandelaar van mezelf. Zondagmorgen zit wel in mijn systeem om te wandelen. En als ik dat dan kan combineren met wandelen met vriendinnen voor het goede doel, ja, dan is dat kleine moeite. Maar je loopt dus niet alleen? Nee, ik loop niet alleen met twee vriendinnen. Ja, sowieso loop je niet alleen, hè. Dan lopen 900 mensen. En je loopt voor het goede doel. Weet je wat het inhoudt? Ja, walk for brains. Mensen met een... Met een hele nare ziekte, tumor in het hoofd. Maar eigenlijk denk ik dat de meeste mensen lopen of omdat ze iemand kennen die ziek zijn. Of omdat ze iemand hebben verloren. Of ja, de verbroedering. Het zijn allemaal van die dingen dat je met elkaar gewoon iets goeds kan doen op een zondagmorgen. Hè? De bedoeling is ook dat je erover praat en over denkt. Wat zijn je gedachten op zo'n wandeling? Nou, ik heb nog niemand verloren aan de ziekte kanker. In mijn nabije omgeving. Ik ken wel mensen, maar dat is altijd verder weg geweest. En dat wil niet zeggen dat dat niet gaat gebeuren. Dus ik ben wel, ik ben dankbaar dat het mij nog niet heeft getroffen, zeg maar. Maar ik kan me heel goed verplaatsen in mensen die wel in zo'n situatie zitten. En ik vind dat je stil moet staan bij de dag en het moment. En dat je moet leven in het nu, omdat het nu gebeurt. Mooie gedachten. Heel veel succes nog met de wandeling. Dankjewel. Joost, de mensen komen allemaal binnen. De finish, hoe is het nu te goed gaan? Nou, eigenlijk verloopt alles super. Het weer is helemaal natuurlijk kaasje met dit weer wandelen. En dan voor zo'n goed doel, het is geweldig. De opkomst, de mensen, de reacties. Ik kan er niet meer over zeggen. Enorm dankjewel.